everyone, and welcome to a new episode of Behind the Gigs. Today I'm going to Danis. He's the one who makes the World of Hardstyle mixes on YouTube, but recently has released a new track called Free. I'm going to his place to talk about who he's like, what he wants to be, and everything about that. And after that, I'm going to Intense Festival with him and see how he's like at a festival. Please turn up the subtitles because I'm going to talk Dutch with him. Okay, let's go to Danis. Nou, we zitten vandaag bij Danis, zoals ik al van tevoren had gezegd. Ik heb natuurlijk ook wat vragen voor je. Ten eerste, ja, kun je vertellen wie je bent? Ja, ik ben Danis, ook wel bekend van YouTube, van een World of Hardstyle mixen. Je hebt daar ook echt super veel abonnees. Ik zag laatst dat je al 19.000 hebt gehad. Ja, klopt. Gehad. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, gewoon je ding doen wat je leuk vindt, vinden andere mensen ook leuk. Ja, slaat me goed aan. Het is in één keer als een speer gegaan, dus ik ben er hartstikke blij mee. En wanneer is dat speer gegaan? Ik ben in 2013 begonnen en toen was het echt ja, 100 subscribers, 100 views. En 2015, die mix, ja, die ging echt als een speer. Die heeft bijna 5 miljoen views. Dus is, vanuit toen is het echt gewoon ja, omhoog gegaan. Ja, kijk, je bent sinds 2013 bezig, zeg je net. Ja. Maar hoe ben je nou in die hardscene terechtgekomen? Nou, muziek heeft me eigenlijk altijd wel aangetrokken. Ook al toen ik klein was, toen ik bijvoorbeeld, ja, toen 12 of 13 was. Ik zag al, begon eigenlijk met Chesto, dat was een beetje techno-trend, zoiets achtig. Die had ik voor het eerst gezien en ik dacht van oké, dat lijkt me ook wel gaaf. Ja, en zodoende een beetje, ja, kwam ik in de hardcore. Nou ja, ik ben toen, ben ik naar hardcore gaan luisteren. En ja, vanaf 2006, toen 2008 overgeschakeld naar hardstyle. En ja. Ik dacht ook van, dit wil ik ook. Wat was dan, want ja, je maakt wel mixes, maar zie je nog niet heel veel op festivals terug. In ieder geval, ja, of in de boombox of zo zien we het dan, hè? Nou, laatst wordt dat wel wat groter, want je gaat ook op Intens op een wat grotere stage draaien, als ik het goed heb. Ja. Welke stage? De Melodica, of nee, Melodica. Melodica, klemtoon. Ja. Maar welke hardstyle of hardcore artiest is nou echt je voorbeeld? Nou, vroeger luister ik dan naar hardcore. En dat was eigenlijk echt, met name Engelfist, die was echt ja, vroeger voor mij aan de top. En toen ik hardstyle ben gaan luisteren, was het toch wel ja, Headhunter. Vroeger maakte Engelfist van die kleine megamixjes van zijn nummers. En ja, super vet. Ik heb ze onlangs nog geluisterd. Maar als nou Headhunters draait en Engelfist, naar wie van de twee ga je dan? Een hele moeilijke keuze. Ja, ik denk dat ik toch voor Headhunters zou gaan. De sound van Headhunters toch meer mijn genre is geworden. Je hebt natuurlijk een nieuwe release. Ja, klopt. Free. Ja. Als ik dan inderdaad dat nummer moest vergelijken met Engelfist of ja. Headhunters. Het is euforischer, had ik het idee. Ja. Is dat ook waar jij door wil gaan? Euforische hardstyle? Het doel ligt uiteindelijk wel gewoon niet zozeer euforisch. Wel gewoon hardstyle. Ik wil wel proberen een keer een hardere track te maken. Voorlopig ligt het wel echt bij euforische. Zo echt een lekkere zomergevoel te hebben voor een festival. Kijk, als jij naar een boeking gaat, hoe bereid jij je voor? Voorbereid? Ik kijk sowieso naar de artiesten die op dat festival feest draaien. Ik kijk wie, als ik eventueel voor of na iemand sta, kijk ik ernaar van wat voor set ik moet gaan draaien. Is het vaak hard? Is het vaak euforisch? Ja, daar pas ik mij aan toe. Maar ik heb sowieso een lijstje bij met gewoon hardstyle of rauw. Ik zorg ervoor dat ik nummers bij heb waar ik zelf achter sta. Ik denk als ik, ja, ik heb voor mijn gevoel wel een redelijk goede smaak. Ik vraag vaak als ik een mix maak. Wat willen jullie zien in de mix? Van willen jullie een hart of een euforisch nummer? En dan, ik krijg vaak wel verzoekjes toegestuurd. En daar doe ik vaak wel iets mee. Maar vaak is het echt uit mezelf dat ik nummers kies en die mix ik samen. Nou, er zijn steeds veel meer jongeren. Het is heel populair tegenwoordig, producer worden of DJ. Ja. Wat zou jij willen meegeven aan die jongeren die nou proberen nog door te breken? Doe gewoon je best. En ja. Ooit kom je er wel. Het kan lang duren. Ik ben in 2013 begonnen en het is nu 2019 en er is nu een eerste release gekomen. Hard werken beloont zichzelf. Maar ja, kijk, we weten nu wel een beetje van wat jij doet. Vooral de mixes en nou hopelijk meer releases. Wie ben je nou in het dagelijks leven? Wat doe je dan? Nou, naast het draaien en het produceren doe ik gewoon werken. Gewoon fulltime. Het combineren gaat eigenlijk best wel goed. Ik zou het fijn vinden als het ooit fulltime echt goed DJ-producer zou kunnen zijn. Maar als jij nou, want het gaat nu goed, wat nou als jij
toch geen DJ-producer was geworden? Wat was dan je droomgroep geweest? Ja, je hebt als kind zijn heb je heel veel dingen. Vroeger wilde ik sowieso vrachtwagenchauffeur worden. Vond ik altijd wel gaaf. Dus als ik in de auto zag een vrachtwagen voorbij rijden, denk ik, dat wil ik later ook. Ja, na een paar jaar was het eigenlijk weg, die droom. En toen kwam eigenlijk dit. Zijn er ook echt nog dingen wat mensen totaal niet van jou weten? Ja, wat mensen niet van me weten is dat ik kleurenblind ben. Kleurenblind? Werkt dat wel op een festival dan? Jawel. Ik zie kleuren, maar ja, je moet niet aan mij vragen van welke kleur heeft mijn broek of mijn shirt. Dat zou ik nooit kunnen raden. Nee, want welke kleur is die? Ik weet dat dit de spijkerbroek is, die is blauw. Nou, ik had ook even op partyvlog gekeken. En daar stond dat bij jou genre, hardstyle, rockstyle stond. Maar dan hebben we het toch weer free en dan denk ik toch weer, dat is toch best wel euforisch. Ja, de mixen die ik maak, ja, misschien weet iedereen dat wel, maar de mixen zijn zo, de World of Hardstyle is sowieso gewoon hardstyle en opbouwend naar rauw. En dan heb ik ook nog World of Rauw Hardstyle, dat is gewoon ja, rauw en misschien net op het einde toch hardcore of uptempo of iets. Maar ja, eigen platen, sowieso ja, hardstyle is het doel. En rauw, ja, misschien niet zozeer echt rauw zoals Radical Redemption of noem maar op. Maar ja, wel toch wel een lekker melodieuze track, maar wel met gewoon een ja, goede kick en alles erin. Die wil ik sowieso een keer gaan brengen, ja. En zelf weten we dat jij Dennis heet, ja. Maar hoe kom je nou op die artiestennaam Dennis? Oh, nou ja, heel grappig. Vroeger deed ik als bijbaantje asperges steken. En ja, mijn baas maakte allemaal bijnamen voor iedereen die er werkte. Ja, hij kwam er in één keer mee. Zodoende ben ik die naam altijd gaan aanhouden. Dus dankzij jouw baas heb jij de artiestennaam Dennis? Ja, eigenlijk wel, ja. Wil jij liever doorgroeien in de World of Hardstyle mixes of wil jij liever doorgroeien als producer zelf? Nou, sowieso in producer zelf. Want de World of Hardstyle mixes zijn leuk voor mensen die gewoon lekker muziek willen luisteren, die thuis zijn of zo. Dan zijn die mixen, vind ik, ideaal. Of voordat je in de avond gaat stappen of inkomen voor een festival, dan zijn ze ideaal. Maar ik heb niet het idee dat je ook voor andere mensen die zulke mixen maken, dat je daar echt super bekend van gaat worden. Je zou niet door op Defcon kunnen draaien of op een andere grote feest. Nou, hadden jullie de mogelijkheid om via mijn kanaal vragen te stellen aan artiesten, waaronder dus Dennis? Deze vragen heb ik bij me en ga ik vandaag aan jou stellen. Okay. Dus ik hoop dat je een beetje benieuwd bent naar wat fans hebben gevraagd. Ik ben zeer benieuwd. Komen er meer nummers van je uit, maar ook wat meer de rauwe nummers? Ik zou het sowieso wel willen, maar voorlopig ligt het doel gewoon lekker bij hardstyle, lekker zomer houden. Wie weet ooit in de toekomst dat er een keer een stevige plaat aan komt, maar niet echt rauw, nee. En dan hebben we nog een vraag met, wat wil je nog heel graag behalen? Alle leuke feestjes mee pakken die je mee kan pakken. Sowieso, ja, ik heb nou Intens al een aantal jaar meegepakt. Super blij dat ik daar mag blijven komen. En ik hoop, ja, Defcon of Decibel, dat is sowieso, omdat dat is natuurlijk een van de nog grotere feesten zijn, zou dat echt super gaaf zijn. Hoe maak jij nou eigenlijk de selectie voor jouw mixes? Ja, ik hou gewoon de releases in de gaten die uitgekomen zijn. Vaak krijg ik tegenwoordig ook gewoon promo-mails met daarin de nummers, of van artiesten zelf dat ze de track doorsturen. Ik neem ze sowieso even door, kijken of het lekker klinkt. Klinken ze goed, neem ik ze mee in de mix. Ga kijken wat het in de mix past. En dan komt het, zo ontstaat de mix eigenlijk. Dan hebben we ook nog een vraag, een beetje een vreemde vraag, want er staat, wat is het mooiste wat je hebt beleefd met Dennis? Dus ik weet nou niet zo goed of de vraag aan mij gesteld is, maar ik weet nog wel dat ik jou heb ontmoet op Intens. Dat was de première van de aftermovie, daar heb ik toen jou ontmoet. En we waren met een paar vrienden, een paar van jouw vrienden, een paar van mijn vrienden en die kennen elkaar toevallig. Ja. En dat was gewoon een hele leuke, gezellige avond. Dus dat is denk ik het mooiste wat ik... Ja, die avond is me wel bijgebleven, ja, dat we, in ieder geval. Sinds dat we een beetje contact hebben gehad van, oh, jij bent die en die. Dus dat is wel de leukste ervaring, denk ik dan. Ja, precies. Nou, we zijn even verplaatst naar jouw studio. En hier werk jij in, neem ik aan. Ja, hier werk ik eigenlijk aan de World of Hardstyle mixen. En dan aan, ja...
Zo ook een beetje aan de nummers. Ik zie hier ook een DJ booth. DJ booth, ja. Beetje simpel, gewoon standaard spul. Je kunt hier wel prima werken volgens mij toch? Ja, wel een fijn plekje als jij even wilt terugtrekken van alles en even je ding doen. De eerste versie van het Free, zeg maar, voordat die was. Ik zal hem even opzetten. Er was natuurlijk heel veel vraag naar hoe Dennis zijn mixes maakt op YouTube. En hij is bereid om daar iets van te laten zien. Hoe ga je te werk? Ja, dit is eigenlijk het totaal bestand van de afgelopen mix, de 90k subscribe special. Ja, zoals je ziet, heel veel blokjes. Ja, hier links heb ik zeg maar een afspeellijst. Er staan gewoon de nummers in die ik gekozen heb. Er zijn nog best wel lang, zoals je kan zien. Er zijn er heel veel. Die selecteer ik gewoon. Als ik deze even allemaal verwijder, dan kan ik zeg maar hier, als ik een nummer zie die ik gewoon echt tof vind, dan sleep ik hem naar hier en dan komt hij hier in de, ja, laat ik zeggen, het bewerkingsgedeelte. Kan ik de nummer kan knippen en plakken, kan ik gewoon zo aanpassen, hoe ik zelf wil. Ja, maar je moet wel heel muzikaal hiervan zijn, want je moet alles goed in elkaar over laten lopen. Ja, hier gaat. Deze mix heeft best wel veel tijd gekost, want het zijn zeg maar. De nummers moeten volgorde, de juiste volgorde hebben, zodat het lekker kan overlopen. Hoe lang ben je bezig met zo'n. Deze mix ben ik, even kijken. Ja, hoe lang? Ik denk wel zeker. Als je een week pakt en dan ongeveer 3 à 4 uur per dag, zeg maar. Oh, dat is wel veel. Ja, dat is alleen nog maar voor het mixgedeelte van de. Gewoon het audiogedeelte, zeg maar. Ja, precies. Dus dan komt de video nog los bij. Dan hoor je zo meteen de overloop van de 2 minuten, zeg maar. Vanaf hier. Ja. Zo gaat dat bij elk nummer, zeg maar, loopt gewoon een beetje over. Ik ga met jou mee naar Intens. Ja. En daar ga ik kijken naar de. Moeten we weer goed uitspreken? Melodica. Melodica Stage. En je draait ook op zondag in de Boombox. Ja, dat klopt. En ga ik jezelf met jou mee om te kijken hoe jij nou echt op het festival zelf bent. En hoe los het publiek gaat op jouw set. En ik heb daar in ieder geval heel erg veel zin in. Ja, ik hoop dat jij ook een beetje naar uitkijkt. Ja, ik kijk er zeker naar uit. Ik ben zeer benieuwd. Hoop op goed weer, dus. Ja, dat zeker. Dan zien we dan. Nou, we zijn hier met Dennis en ik moet de camera omhoog doen. We hebben het echt heel lang. Ja. Hoe lang ben jij eigenlijk? 2 meter. Heb je meer zin in? Ja, ik heb echt zin in. Lekker weer zoals je kunt zien. En we gaan knallen, toch? Ja, gisteren heb je ook gedraaid. Zaterdag. Ja. Lekker lopen, een beetje klassiekers, eigen muziek, echt lekker. Ook goed weer. Ook goed, heel lekker warm. En wat verwacht je van het publiek? Het zal heel warm zijn binnen, maar ik ga ervan uit dat het goed los zal gaan. Ja? Ik ga ervan uit. Oké, nou we gaan het zien. Yes. Tactics.
Ik kan het niet beter beschrijven. Prachtig weer, goede muziek, goede sfeer.